voor me. Ik ben Gillerien Martens Atiman. Ik heb twee kinderen. Mijn dochter die heet Romy Omzichtig en ik heb een zoon die heet Shigeru Omzichtig. Mijn dochter is straks 21 jaar en mijn zoon die is 18 jaar. Liefde, is dat een concept dat bij u ook zo bekend is om dat toe te passen? In mijn opvoeding naar mijn kinderen toe wel, maar ik ben met heel veel pakslagen opgevoed. Eigenlijk, ja, ik kan niet zeggen dat ik met liefde ben opgevoed. Ik heb van mijn moeder was het op latere leeftijd moeten aanhoren dat ze, toen ze zwanger was van mij, dat ze zei, ik had liever dat je dood was. En ja, ik was toen zelf al moeder en ik dacht, jeetje. Ja, kijk, voor mij was het onbegrijpelijk toen ook op dat moment, omdat ik zoiets had van, hoe wens je dat nou wanneer je zwanger bent van een kind? En je zegt, ik wenste dat je dood was. Het was een hele shock voor mij. Toen ik was, hoe oud was ik? Ik was al bijna 30 of zo. En ik dacht, wat? Weet je, maar later, ik was er wel dankbaar dat ze het had gezegd. Ik heb er toen ook gezegd, eigenlijk kort voor haar overlijden hadden we het nog over. En ik zei er, ik ben heel dankbaar dat je me gezegd had en openlijk heb kunnen zeggen dat je had gewenst dat ik dood was. Ik zeg, nu pas kon ik begrijpen waarom jij zo tegen mij was. Je zag me als een blok aan je been. Ik was een last voor jou. En dus ik zeg, alle frustraties die je had, dat je gewoon op mij afgereageerd. En als kind snapte ik het niet. Ik zeg, nadat je het gezegd hebt, heb ik het beter begrepen. Maar ik heb nooit een haat tegen mijn moeder gehad. En gelukkig ook, omdat ik... Ik had ook zoiets, mijn vader die was altijd, hij was weinig thuis vanwege zijn werk. Maar de weinige contacten die ik had met mijn vader, want ik kom uit een gezin van 6. En ik ben de laatste. En van al de andere kinderen was ik ook het enigste kind dat echt een band had met mijn vader. En in zijn laatste jaren, kort voor zijn dood, konden hij en ik ook heel veel praten. Omdat hij toen ook al met pensioen was. Ik was toen al wat ouder. En hij begon mij toen ook wat dingen te vertellen over het leven met mijn moeder. En ik kon dus eigenlijk, zeg maar, die puzzelstukjes begonnen beetje bij elkaar. Ja. Dus vandaar dat ik zei van, ik heb nooit haat tegen mijn moeder. Ik begon er juist beter te begrijpen. Maar het was, zij zag mijn gedrag eigenlijk anders. En ze heeft het eigenlijk tot haar dood, zelfs een paar dagen kort voor de dood, had ze me ook nog gezegd van, je weet dat ik nooit van je gehouden heb. Ik zeg, nee, geen probleem. Ik hou wel van jou. Oh, wow. Dat is zo, dat vind ik zo, ja, dat is applaus waard. Dat is zo, ik ben natuurlijk wel heel benieuwd, wat heb jij jezelf zo kunnen aanleren dat je wel de liefde in jezelf kon aanraken om dat te geven naar iemand die zo een afstand van liefde heeft genomen. Wat is er gebeurd dat jij dat wel hebt? Want je bent toch ook het kind van die persoon. Ik wist wat ik miste. Ik zag het bij mijn buurkinderen. Die werden ook met pakslagen opgevoed. Maar ik zag die band die ze hadden met hun ouders. En ik miste dat. Ik miste die liefde, die aandacht, dat begrip. Ik miste het. En ik had zoiets van, weet je, als ik zelf kinderen zou hebben straks, ga ik dit wat ik heb gemist, ga ik ze niet onthouden. Ik ga het ze geven. Maar toen moest ik mijzelf ook eroverheen brengen om die vrouw die zegt niet van mij te houden, dat ik ook van haar moest gaan houden. Ja, want je kon makkelijk ook verwijt hebben of rancune of wraak misschien. Ja, zelf. Want ze heeft me ook heel hard laten werken. Ik weet nog, voordat ik naar school ging, moest ik om 3:00 in de ochtend al opstaan. Kippen eten geven, het erf aanharken, huis bezemen, voordat ik naar school moest. En als ik dan naar school kwam, mocht ik niet gaan eten. Dan moest ik dat nog doen, dat. En pas als ik alles gedaan had, zei ze, dan mag je nu gaan eten, want je hebt gewerkt. Jeetje. En ik miste het. En ik miste die aandacht. En ik had zoiets, ik begon toen mijn eigen leven in mijn hoofd te creëren. Een utopisch leven, kun je zeggen. Waar je liefde hebt, waar je thuis komt, dat de liefhebbende moeder op je wacht. En ik denk dat dat mij staande gehouden heeft, die jaren dat ik nog in het huis woonde met mijn moeder.